Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op deze satellietfoto van 10 voor 2. Vanmiddag kunnen we zien dat een flink deel van het land nog wel bewolking heeft, met name de noordelijke helft. In het zuiden is inmiddels de zon redelijk aan het doorbreken. Daar is het ook op de meeste plaatsen droog. Want in het noorden, daar komen nog steeds wat buien voor. Dat kunnen we ook zien op de radenbeelden. De radenbeeld van 20 voor 2 vanmiddag. Vooral dus in de noordelijke helft. samenhangend met die bewolking nog wat losse buien. Kunnen soms wel wat stevige buien zijn zelfs. Maar die gaan geleidelijk aan het land verlaten. Dan wordt het een tijdje droog. Later op de middag en vanavond, dan volgen er vanuit het zuiden opnieuw buien. Zo is het plaatje dan dus voor de avond. Wisselend bewolkt. Vanuit het zuiden opnieuw die buien die over het land gaan trekken. Kunnen soms stevige exemplaren zijn, met lokaal veel regen en ook een klap onweer is mogelijk. In het noordwesten blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen wel droog. Overwege de avond is het een graad of 17. Aan het einde van de avond dan gaan de buien toch vrij vlot weer afnemen. Komende nacht is het nagenoeg overal droog. Langs de westkust misschien wel een buikje die vanaf zee binnen drijft. Verder wisselen bewolkt, het kan wat nevelig worden of er ontstaat een mistbank en de minimumtemperatuur ligt rond 12 graden. Dan morgen, dan gaat de zon behoorlijk vaak schijnen, maar er ontstaan ook flinke stapelwolken en al vrij snel in de ochtend ontstaan de eerste buien. En die buien trekken vervolgens eigenlijk de hele dag door van zuidwest naar noordoost over het land. In het noordwesten blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog, maar voor de rest moet je bijna overal eigenlijk wel rekening mee houden dat er een bui kan overtrekken. En vooral in het oosten van het land kunnen dat stevige buien zijn met opnieuw plaatselijk veel regen en ook onweer is mogelijk. Ondanks de wolken, buien en dergelijke hebben we dus ook nog wel vrij veel zon en daarbij loopt de temperatuur dan op naar zo'n 17 tot 20 graden. De wind is zwak of matig en draait geleidelijk naar het zuidwesten tot westen dan de tweede helft van het weekend de zondag. Dan hebben we nog steeds behoorlijk wat buien, maar ook wel geregeld zon. De buien zijn wat minder actief dan op de zaterdag. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden bij een namatig aantrekkende wind uit het zuidwesten. Op maandag vrijwel overal droog, geregeld zon bij een middagtemperatuur rond 18 graden. Op dinsdag gaat de temperatuur wat verder oplopen, maar in de nacht dan is het bewolkt en regenachtig. Die neerslag trekt dan dinsdag overdag weg. Dan breekt dus de zon door en kan de temperatuur weer oplopen. Kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat dus met name de dinsdag en woensdag de temperatuur nog wel rond die 20 graden zit, maar daarna gaat hij geleidelijk aan dalen naar ongeveer 15 graden en dat heeft allemaal te maken met de wind, want die gaat draaien naar het noordwesten en daarmee wordt weer koelere lucht vanaf de Noordelijke Atlantische Oceaan aangevoerd. En niet alleen koelere lucht, het is ook lucht met vrij veel vocht en wolken en ook neerslag, want er kunnen weer wat buien gaan vallen. Dit is de neerslagverwachting voor de komende 15 dagen. In het weekend zien we de buien die geleidelijk aan wat minder worden dan maandag overwegend droog. Zoals gezegd dinsdag een beetje regen en dan woensdag dan zien we een flinke piek, maar dat is dan met name waarschijnlijk later op de dag als er stevige buien over het land gaan trekken. Daarna blijft het enigszins aan de wisselvallige kant, al zien we dat later in de termijn het langzaam toch wel iets minder nat wordt. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.